vuurwerk. Elk jaar steken we met z'n allen heel veel aan en schieten we van alles de lucht in. Maar ja, dat is niet goed, hè? Giftige stoffen. Wow. En daar moeten we iets aan doen. Maar ha, kan dat ook anders? Ja, dat kan zeker anders. Namelijk hier bij Pretpark Slagharen hebben ze een lichtshow met vuurwerk, maar dan ecologisch. Hoi. Hey. Vuurwerk, vertel eens, wat gaat hier gebeuren? Wij gaan vanavond de show in Slagharen doen. Wat en hebben een prachtige mijn waar op verschillende plekken allemaal vuurwerk staat. Oké, en jij moet dus even kijken waar je het allemaal gaat laten ploffen. Jazeker. En dat ligt hier? Dat zijn flinke jongens, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ziet er goed uit. Aan de dat slag? Dat dacht ik. Ga je mee? Hoppakee. Gaan. In de mijn zijn we. Yes, alright. In de mijn. Dit is de eerste vuurwerkplek. Yes, dit is de eerste positie. Oké. Okay. Dit staat hier niet voor niks. Nee. Op deze plaats staan single shots. Oh jee, man. En er zit kabeltje aan. Dit moet allemaal aangesloten worden. Jazeker. Ja, even kijken. Yes. Dit is 11. Jij dus mag ik ze erin sluit doen. Hem aan bij 11. Vertel eens, waarom is dit nou duurzaam vuurwerk? Nou, wij zijn druk bezig geweest met de ontwikkeling ervan, samen met onze fabrikant. Omdat er toch steeds meer vraag is en het is beter voor het milieu. Ja. Hier zit geen perchloraat meer in. Perchloraat, dat is een van de giftige troep die in die andere dus wel zit. Ja, klopt. En dat zorgt ervoor dat dit product 20% schoner is dan andere vuurwerkproducten. En nou zie ik hier allemaal plastic. Dat is natuurlijk ook afval wat je eigenlijk niet wil. Wat gaat daarmee gebeuren? Klopt. De plastic buisjes brengen wij naar Plastic Fantastic. Die halen de buisjes door de shredder in. En die zorgen ervoor dat er leuke dingen van gemaakt worden. Zoals een lounge chair. Okay. De ontwikkeling om ander materiaal te gebruiken, zijn ze ook mee bezig. Alleen komt er zoveel kracht uit het vuurwerk, dat het wel echt super stevig moet zijn. Ik moet even kijken, 12 moet bij 12. Wat hebben we zo meteen eigenlijk voor show? We hebben een Miracle of Light. En daar gaat vanavond een heel avontuur plaatsvinden met Randy, Rosie, cowboys. Wat voor dikke Randy, spannende Rosie. Dingen zoeken. En ontploffende mijnen. Ja. Nou, volgens mij ben ik klaar. Ziet er prima uit. Yes. Gaan we het vastmaken op de container. Goeie setje. Is dat al... Zetten wij ze altijd even vast. Kunnen ze niet omwaaien? Alright. Is klaar voor show? Nou, volgende plek. Hoeveel van dit soort dingetjes worden er geplaatst? Enkele honderden stuks gaan er vanavond de lucht in. Maakt dit nog uit, zo? Nee, dat maakt niet uit. Als je maar niet laat vallen. Ben je eigenlijk druk qua opdrachten? Ja, steeds meer gemeenten willen duurzaam vuurwerk. Dus voor ons is het best erg druk op het moment. Ja, precies. En ook oud en nieuw komt eraan. Dit zijn wel echte joekels, hè? Ja, dit is een kaliber groter. Dat zijn er 45 mm. Okay. En doordat we die hier hebben, gooien wij ook een zandzaak boven bij de plaat erop. Dat echt stevig vast staat. Ja, dit rijtje gaat ook in één keer weg namelijk. Nou, een paar honderd van die single shots geplaatst. Die hele mijn is nu gewired. Maar is het ook mooier dan het oude vuurwerk? Ja, wij vinden het prachtig. De kleuren zijn veel intenser. We gaan het je laten zien. Ja? Kom, we gaan. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou, hè. Een good old sterretje. Maar maakt het nou nog uit qua chemicaliën? Sier of knal? Nee, knal en sier zitten allebei worden daar chemicaliën voor gebruikt en ook diverse soorten. Dus in feite maakt dat niet uit. Het een is niet slecht als het andere, het is allemaal slecht. Ja, het is eigenlijk allemaal slecht. Okay. Dus doe maar gauw uit, want we gaan de show doen. Ik heb hier allemaal vuurwerk staan. Oh. Welkom in de showregie. De showregie? Yes. Right. Hier gebeurt het allemaal. Zet hem maar aan en dan gaan we beginnen. Dus deze sleutel, een slag draaien. En dan gaat hij ook echt. Ik zie al, de mensen zijn er klaar voor. Ja, draai hem maar om. Go! Kinderen op het plein, toveren jullie met mij mee? Yes!